Banjo Town. Yo, what up gasten, welkom bij deze nieuwe Banjo Town video. Video, ja. Waarin we Mario Kart 8 gaan spelen. Die hebben we vorige keer kunnen zien hoe Jordi en Rick een epische strijd tegen elkaar gestreden hebben en ja. Eigenlijk Jordi is daarbij naar de faggot ronde gestuurd. Ja, Jordi heeft daarbij verloren inderdaad en Jordi is naar de faggot ronde gegaan, dus we gaan nu kijken wie van ons de faggot gaat worden. Ja, voor de duidelijkheid, één van ons gaat naar de finale en de ander gaat naar de faggot ronde. Ja, de faggot ronde is dus gewoon voor de verliezers. Ja, en de verliezer van faggots. De verliezer krijgt dan een floppy penis in zijn bek. De faggots, precies. Ja. Niks nieuws voor Banjo Town, Daniel. Nee, op zich niet. Maar jij hebt een video thuis, toch? Zeker. Ik niet. Jij bent al een verloren zaak. Weet je, ik heb zo vaak mijn zusje verloren met dit kutspel. Serieus? Ja. Maar dit is ook al 100 cc, hè? Dus... Is dat makkelijker? Dit is super simpel. Oh, ja, fijn. Het is wel een beetje anticlimax, dus wij geen geluid aan hebben. Dan mis je toch wel een beetje de epischheid van dit spel. Ja, is er... Zeker wel. Oh, langzaam man, wel echt zo. Jij is het eerste. Ja, maar dit is omdat het 100 cc is, hè? Daarom gaat het zo langzaam. Oh, dat is kut. Waarom hebben we onze cc net gespeeld dan? Ja, omdat Rick en Jordi dat ook deden. Oh, fijn. Kijk, even voor de duidelijkheid, voor de kijkers thuis, wij zijn echte mannen, weet je wel. Ja. Wij hebben zoiets van, oh, ik druk geen gas in. Wij zijn echte mannen, hij denkt, ik druk geen gas in. Ja, ik doe mij niet. Ik heb gewoon lekker een break. Wij mannen geven nooit gas. Alleen maar, wij geven alleen maar gas terug. Wij pakken het gas. Oeh, ik vlieg. I believe I can fly. Oh, zijn we weer muziek. Jij zat nog steeds. Ja, jij bent gewoon. Ja, dit. Ik kom ook gewoon. Ik ga gewoon niet harder, weet je. Ik probeer. Ik ga wel toeteren gewoon, weet je. Dan hoor je dat door de opname. Ja, oh, er komt een blauw schild. Blauw schild? Oh! Van jou. Sterk man. Mm, dat was een lekker bocht. Ik zweer. En nog steeds niemand. Ik heb echt het idee dat de rest gewoon sneller gaat dan dat ik ga. Want ik ben een fucking zesde. Wat heb ik hier nou aan? Het is trouwens wel bijzonder dat Rick gewonnen heeft van Jordi. Wat dan? Nou, Jordi is die Nintendo faggot. Hij is wel echt... Maar Rick zit het Mario Kart op zijn kanaal, hè? Rick, Mario Kart... Oh ja, Rick kan ook iets. In de vorm van Mario. Ja, Rick heeft zeg maar alle abilities die je niet nodig hebt in het leven, waaronder Mario Kart. Ja. Het mooie is wel dat gewoon... Ja, zo hard vliegt, man. Ja, op deze eerste race wordt nu al gewoon het hele parcours bepaald. Goddammit. Ik ben één keer geraakt en dat was door een blauw schild. Ik wil gewoon even die rocket hebben, die rocket is wel lekker. Gewoon als je achter staat, dan krijg je... Doe je rocket van Guardians of the Galaxy? Die rocket? Oh, ik had er helemaal 10 rockets van zeggen. Dat is zo ver. Dan zie ik een Marvel. Ja, nee, ik... Ja, maar fuck it, ook helemaal terecht. Iedereen die dit kijkt, ga even die film checken. Oké. Okay. Guardians of the Galaxy. Ik krijg hier niet voor betaald, helaas. Nee, helaas niet. Dit is echt een van de beste films die ik ooit heb. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook gezien en ik vond hem episch. Ja, ik vond hem zelfs leuker dan Avengers, omdat het gewoon, dit is anders ofzo, ik weet niet. Ik vind hem gelijk aan Avengers. Ja? Nou, de eerste dan, maar niet de tweede. Nee, echt de eerste Avengers. Ja. Weet je, het is... Ik ben achter geworden. Ja, het is ook geen spannende race, het is nu meer... Welkom bij de podcast van mij en Yuri. Ja. Vandaag gaan we het hebben over indringende onderwerpen in de maatschappij. Guardians of the Galaxy. Ja, weet je trouwens, als het dan toch, want het is dus toch echt een kutrace aan het worden. Maar als we het hebben, bootvluchtelingen. Bootvluchtelingen. Heb je trouwens die video gezien van Veros? Die is met bootvluchtelingen gaan praten. Ja, dat was voor de NPO of zo. Ja, een soort van voor de NTR volgens mij. Was die dus echt met die mensen gaan praten. Dat is wel best wel. Ik vond het wel cool, alleen weet je wat een beetje is, en dat vind ik. Dat vind ik, dat is ook logisch, is mijn mening. Dat is logisch dat ik dat vind. Hier, voor jullie, voor jou, bitch. Nee. Oh, die was een bitch. Nee! Oeh, ik zwem. Oh, ik sta voor je! Oh, ja! Yeah. Omdat ik één klein foutje. Ik ben voor het eerst geraakt in deze race. Oh, man. Maar, het punt is een beetje... Wat vind je überhaupt van bootvluchtelingen? Misschien het... Nou ja, het belangrijkste is, je kan er geen goed of slecht woord over zeggen. Ja. Want hoe je het ook bent of verkeerd, mensen zullen er nooit echt helemaal blij mee zijn. Ik bedoel, zeg je wat negatiefs van alle bootvluchtelingen? Heel daar bijvoorbeeld, ik weet niet of je die video gezien hebt. Dat die vrouw wordt gepakt door die politieagent en dat ze dan zo... Ah, nee! Ja, dikke natuurlijk. Dikke BV hoor, dikke BV! Ja. Van de, hoe heet dat? Oranje of zo, toch? Hoe heet dat? Ja, dat is dat plaatje inderdaad, Oranje. Dus, die hadden dus weer hele lading vluchtelingen binnengekregen. Maar dat vond ik ja, die 700 hadden ze er al en ze kregen er 700 bij. Toen zeiden ze van, joh, moet je even luisteren?
Ja, weet je, het is, ik snap het ook wel dat die mensen zo bang zijn. Alleen wat ik eigenlijk wou zeggen, waarom ik de bootvluchtelingen aanhaalde. Ja. Ik word hier echt vies in mijn reet geneukt. Lekker. Waardoor jij weer weg kan rijden. Dat is het eerste. Ja, je hebt echt goed. Maar weet je hoe bootvluchtelingen sterven? Aan water? Ja, nou dat is inderdaad wel een beetje de primaire oorzaak. Kut, ben geraakt! Ah, kijk. Dat eerste. Nee, fuck, dat is het tweede. Alleen het punt is, hun boot, je zou zeggen, hun hebben natuurlijk allemaal kutbootjes omdat ze uit Syrië komen. Hè? Ja. Maar dat zijn vooroordelen. Ja. Hun boten die ze hebben zijn supergoed. Alleen wat doen ze? Hun gaan met dat bootje naar de euro. Kut. Ik zag het. Lekker voor je. Oh, nu sta jij eerste. Ja, ik heb jou ingehaald daarnet. Oh, dat was jij. Maar ja, oké, die boten zijn goed dus. Ja, dus hun hebben gewoon goede bootjes. Ja. Alleen het punt is, even, als hun met een goed werkend bootje aankomen bij de Europese kust. Van. Worden ze teruggestuurd. Echt waar? Dus wat doen ze? Hun prikken allemaal hun bootlek vlak voor de Europese kust. Ah, dan zijn ze natuurlijk, dan zijn ze echt... Dan zijn ze drenkelingen, dan kunnen ze ook niet meer terug en moet Griekenland ze opnemen. Alleen wat doet Griekenland? Die heeft niet genoeg kustwacht. Dus Griekenland kan ze niet allemaal opvangen en ze verdrinken letterlijk voor de kust. En dat was dat foto van de kind, toch? Ja, dat is ook een boot. Die is lek gestoken door de ouders van het kind. Leuk. En dan moet je niet bij jezelf denken, die ouders... Ja, trouwens, ik heb gewonnen, maar... Ja. even tussendoor. Ik ben vierde geworden. Ik stond zo wel eerste. Oh. Ja, je had idee netjes voor 2,5 lap. Toen ging het fout. Ja, ik zat al gewoon dubbele punten boven mij, man. Ik denk dat, nou goed, maakt niet uit. Ja, fuck it. Spannend houden. Maar dat is een beetje het ding dus met de bootvluchtelingen. En ik vind dat iets wat veel meer in de media belicht mag worden. De hele media is van corrupt. Als je kijkt naar al die bijvoorbeeld foto's van gespierde vluchtelingen. En als ze zeggen van ja, ze krijgen niet genoeg eten. Weet je wel. Dat het gewoon andere mensen zijn en zo. Dat gewoon... Had je dat ding ook gezien? Verpand en geen stijl. Dat ze... Ja, maar heb je die nieuw gezien? Ze hebben ook eentje nu waar ze positief zijn. Dat ze dan gaan en zeggen mensen. Ja, is goede wifi. En ja, wordt goed verzorgd. Wat fuck? Oh man, want ik vond dat echt een nare video ook. Dat vind ik altijd een knif van, we hebben geen internet, ik wil sigaretten, ik wil mijn moeder hierheen halen. Ja. Dat is alles wat je als Nederlander niet wil horen gewoon. Maar banaan, dat is wel. Het was ook wel een beetje vooroordeeld dit hoor. Van die gasten, ja, dat zijn een paar gasten, weet je. Dat zijn heel veel mensen. Niet alsof zij dan de mening delen van de land. Nee, true. Wat, als ik je echt iets mag aanraden van waar een hele mooie vluchtelingenuitzending is geweest, is het wel van Paul de Leeuw. Heb je dat die programma gezien van hem? Ja, is het Zoek naar de Leeuw of zo? Ja, het is zondag iets. Het was met zondag iets in de titel geloof ik. Volgens mij was Noah daar laatst. Ja, Noah was er ook, van de filmfabriek en Bonkers. En die dude, of daar in die uitzending, waren echt een stuk of 10 vluchtelingen te gast, nou ja, 20, 30. Ik heb trouwens ook vluchtelingen in Breda wonen. Serieus? Ja, die wonen in die, ze hebben zo'n super grote oude gevangenis, daar wonen zij dus. Maar je hoort toch zo vaak van die mensen dan verhalen, weet je wel, dat daar echt zo, ja, het is daar gewoon zo ongezellig, weet je, dan ben je daar met je kinderen. Heel leuk, mooie gevangenis, weet je wel. Ja, maar weet je wat het wel is, en dat moet je wel beseffen, het is wel een weloverwogen keuze om hier naar Nederland te gaan. Ja, tuurlijk, zeker. Wat ik ook mooi vond was een filmpje dat gaat nu viral op Facebook. En dat is het laatste wat we eigenlijk moeten zeggen over bootvluchtelingen. Maar dat kunnen we ook weer wat anders bespreken. Maar er was een filmpje op Facebook, misschien heb je het ook wel gezien, van die vrouw die dan helemaal gaan lopen haten op de bootvluchtelingen. Ja, dat was het werk of zo van. Ja, ja, ik heb hem op Duffert wel voorbij zien komen, maar ik heb nog niet op geklikt. Dus ik vond eigenlijk wel een beetje klaar mee met het hele gezeik over die. Het clue is eigenlijk dat ze zegt van jou, ik heb een zoon thuis zitten die geen werk kan krijgen. Ja, dat is de schuld van die mensen dus. Ja, nee, maar dan zegt ze en wordt gevraagd ernaar, maar ja, hoe weet je dat dan? Ja. Hoe weet je dat zo zeker? En dan zegt ze, ja, ik heb het gelezen op Facebook. Oh ja, dat is zo, ja. Ik heb daar op school maar shit over, man. Daar komen dan, dat komt steeds terug, ook met Facebook dus tegenwoordig. Want zoveel mensen die geloven te veel dingen die op Facebook staan, weet je wel. Van Facebook dat dan op een gegeven moment... Dat je met duimpjes echt Afrika helpt. Ja, dat soort dingen. Maar ook gewoon dat je Facebook voor je privacy schendingen en zo, weet je wel. Maar dat je moet gaan betalen en zo. Zoveel mensen die vertrappen daar gewoon voor in. Nou ja, weet je wat het is? Mijn moeder die zit nu ook gewoon met een stickertje op de webcam van de laptop. Hè? Ja, precies. Dat vind ik ook. Oh nee, ik ben echt... Oh, je bent elke! Oeh! 100cc gewoon kut eigenlijk. Hoeveel te zwaar. Nu gaat het echt zacht, hè? Maar dit hebben Yuri... Oh, je... Oh yeah! Oh, Tine! Oh, Blackie! Het verschil moet er wezen. Was dit de laatste? Nee, één laatste. Oh nee, één laatste. Oké, één wedstrijd. Je moet nog eentje, dan ben je er vanaf, Yuri. Oh man. Van deze zinderende, spannende race. Zo spannend. Alleen ja, weet je wat het een beetje is? En dat vind ik wel...
Mensen, ik snap dat je dingen gelooft op Facebook. Mm-hmm. Je moet niet alles geloven, maar je moet ook niet alles wantrouwen. Ja, dat, je moet inderdaad niet alles wantrouwen, maar je moet zeker niet alles geloven. Er is een gulle middenweg ergens. Ja. Net zo goed als, je moet ook, bier is lekker, maar je moet niet elke dag bier drinken, zeg maar. Oh, serieus? Niet elke, ja, dat hebben mensen hebben er andere mening over. Ja. Ja. Elke dag bier drinken. Brabant. Ja, oh, ik ga weer dood, ja. Maaskantje. Ik geloof het niet. Maaskantje is op Brabant. Oh ja, tuurlijk. Dat ligt gewoon bij Den Bosch daar zo. Zeker. Nu begin ik zelfs bijna te twijfelen of Den Bosch Brabant is. Ja, Den Bosch is wel Brabant, dat weet ik wel zeker. Ja, nee, ik vind het ook wel redelijk zeker. Weet je wat me ook opviel laatst? Had ik thuis, ja, ik ga maar uit vervelende onderwerpen spuwen. Ja, deze race is echt niet heel... Oh, ik raak mezelf! Fuck de waar zou de finale dan gaan spelen op... Nou, zeker 200cc. Ja, 200cc is max, hè? Nou, oh, uit de lucht! Wat een scheidje dood! Klootzak. Wat ik wou zeggen... Man. Heb je iets met voetbal? Heb ik iets met voetbal? Ik heb een voetbal. Dat is even wat het einde. Hoezo? Nou, het, weet je wat het rare is, vind ik, aan de verdeling van de Eredivisie? Uh-huh. Je zou zeggen dat in de Eredivisie... Go Ahead Eagles er nog in? Nee, Go Ahead Eagles is gedegradeerd. We zijn wel Europa ingegaan, hè? We zijn naar Bulgarije, hebben we de wedstrijd. Ja, maar dan ben je alsnog gedegradeerd. Ja, dat was ook... Dat was best wel pittig. Ja, maar dat was ook de hele lol. Ja, ja, Go Ahead Eagles met een begrotingstekort Europa insturen, dom idee. Maar krijg je daar niet extra geld voor? Ja, vast wel. Ik krijg vast wel iets geld en publiciteit en god, weet er wat nog meer. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is, als jij erover nadenkt, welke provincie zou dan de meeste voetbalclubs in de Eredivisie moeten hebben? Moeten hebben? Ja. Zuid-Holland? Nou, nee, Zuid-Holland heeft er maar twee. Ja, Den Haag en Rotterdam ook? Rotterdam, Feyenoord, Excelsior, dat zijn er trouwens drie. Ja, dat zijn er drie. Maar Overijssel heeft er gewoon vier en Brabant ook. Overijssel, dat Heracles Almelo, ja, FC Twente, PEC Zwolle. Dan heb je ook een camera. Oké, jongens, we hebben geen facecam meer, want we zijn druk in de pit gereisd. Kut, ik ga weer dood. Daarnaast is ook veel meer een podcast, dus geniet ervan. Ja, luister maar naar onze zwoele stemmen. Dag. Hallo. Ik deze langzaam. Ja, het is nu echt ook spannend om te zien of ik weer eerste word en Jury weer elfde. Ik heb... Nee, oh, oh. Ik ging door dat ding heen met mijn raket. Lekker dan, ik sta nu 60. Nee, ik zou even dansen. Nee, oeh, die was echt precies al door. Waarom kennen mensen allemaal die afsnijding? Ja, omdat het computers zijn, hè? Die zijn geprogrammeerd hiervoor. Stel eens je Aziatische digitale slaaf. Oh, ik heb nog iemand ingehaald. Oh. Hoppakee, 50. Nee, ik hoef geen heroïne, dank je. Oh, nee. Oh, jongens, er komt nu iemand binnen zonder kleren. Ja, Jury! Oh, no, Jury! 50 even, punten. Dat scheelde maar 35 punten en je had het geslagen. Mm-hmm. Hoeveel kan je per wedstrijd halen? 10 of zo? 15. 15. Ik heb de maximale punten en jij het minimale. Ik had twee keer eerst niet te horen en nog een keer de laatste of zo. Mooi. Vijf puntjes. Goed, ik ga naar de Faggot Ronde dus. En Bardo gaat tegen Rick in de finale. Maar wij gaan eerst de Faggot Ronde spelen en daarna gaan wij de finale spelen. Dus succes man. Volgende week. Blijf jij hier even een weekje zitten? Ik blijf hier een week zitten. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en natuurlijk te abonneren hier beneden. Later. Latertje.